Hey mensen, ik ben Saskia Boef. Ja, nee, en bij ons, maar ik heb gereageerd op de afleveringen van Hexen Forever. Dus die allemaal in deze vlog. Tot straks. Ze gaan Dex tegenhouden, want Dex gaat inbreken in een winkel. Want hij verkeerde met Miraal. Miraal, dat is een meisje die heeft zwarte krullen. En dat is een slecht vriendin en die heeft slecht invloed op Dex. Dat is Miraal en die heeft slecht invloed op Dex. Als jij zegt, dat is zo lief. Ben je al binnen geweest? En ze gaan kleding passen. En kijk, daar zijn ze vrienden al. Ben jullie nou hier? Denk jij? Kleding passen natuurlijk. Wist wel dat je niet zo saai waren. Nou, thanks. Voor boven trouwens. Jongens, ik weet niet of het zo slim is. Heb jullie eigenlijk ook zo'n herders van thuis? Net zoals de politie die normaal heeft? Ik heb geen hond, maar ik heb wel een zusje. En die vrienden die vertrouwt haar niet. Snap ik. Ik weet niet of het ook begrijpelijk wel. We gaan zo meteen met ze willen Dex tegenhouden vanwege die stelen in de winkel. Kijk, ze gaan kleding passen in de winkel. Is voor jou? En sorry, maar ja, tot straks bij de volgende aflevering van Hexen Forever. Stefan. Het is een jongen die een pest. Best, maar hij ligt in het ziekenhuis zo te zien. En het is echt vet sneu. Het is de volgende aflevering van Hexen Forever. Je lag niet te slapen hoor. Volgens mij interesseert het helemaal niks dat je hier probeert te helpen. En daar sliep. En nu gaat Bloem met Stefan praten zo te zien. Als je dat nog steeds denkt, Stefan, prima. En ja. Ze hebben over school praten, want hij mist natuurlijk op school dat hij in het ziekenhuis ligt. Ik ben blij dat je Straks heb ik helemaal niemand meer. Nou, tot straks bij de volgende aflevering van Hexen Forever. Moeder van Dex, zij vindt nu een lam bij de gevuil. En die kan ze wel hergebruiken, denk ik. En dit geeft dan een zoon Dex. Ja, dat kan dus niet, want dit is, ik mag je eigenlijk niet eens zijn. Stoere moeder heeft hij hoor. Regel die lang. Ja. Nou, XFF is een hele leuke serie. Nee, dat valt aan het Nou, zo lijkt. Dus tot straks bij de volgende aflevering van Hexen Forever. Nou, dit is XFF en dat is de juf van Noah. En die praat niet met Noah. Oh ja, die trouwens met de moeder van Noah zijn lesbisch. Maar dat is niks mis mee hoor. Lesbisch zijn ook gewone mensen hoor. En homo's ook. Ik zou het ook heel fijn vinden als je tegen hem zou zeggen als het iets is. Tuurlijk, maar er is niks. Maar dit is echt een leuke serie. En heb ze even geen muziek van. Want hun hebben een hele leuke. Het is een hele leuke vriendengroep. In dat geval wil ik graag weten wanneer jij biologie-presentatie gaat doen. Die heb je gemist deze week en die zal toch ingehaald moeten worden. Ja, zo normaal is het ook weer niet hoor. En zeg, even is gewoon een hele leuke serie. Ja, en ik kijk ernaar en zo. En ik geniet van deze serie. Fijn dat alles zo goed met je gaat. Heb je ook niet een hele leuke serie en. Die voor niks op je kijk, twee beste vriendinnen, Noah en Bloem. Ik had toch gezegd dat ik aan deze maar ja, nu zijn ze aan het praten met elkaar. Ik heb een excuus om te liegen. Nee, ik snap het. Oh ja, Noah leert. En liegen is niet goed. Je moet nooit liegen. Nou, Hexen Forever. Tot straks voor de volgende serie van Hexen Forever. Tot straks voor de volgende aflevering van Hexen Forever. Aflevering van Hexen Forever. Kijk, uiteindelijk hebben ze Noah gevonden. Heb jij wel door hoe bezorgd iedereen om je is? Ja, wel, maar om bezorgd om Noah, dat is Noah. Dat was iedereen bezorgd om en zo. En het is alsof ik een jaar weg ben geweest of zo. Ja. Wat is dit nou? Ik maakte me heel veel zorgen en omdat jij niet op school was, ben ik naar je huis gegaan. Iedereen maakt zorgen om Noah. Ik ben verbaasd dat jij niet bij mij was.
Nou, tot straks voor de volgende aflevering van Hexter Forever. Dit is de volgende aflevering van Hexter Forever. Noah komt erachter dat ze zijn vader heeft. En ze is bij die man in de auto gestapt. En nu weet ze niet waar Noah is. En ja. Ja, ik hoop dat het goed komt. Ja, en die jongens, ja, die hebben afspraak op school. En dan gaan ze naar die school van de meiden. Dat is straks bij de volgende aflevering van Hexter Forever. Volgende aflevering van Hexter Forever. Kijk ik nu op uitzending gemist. En dit is heel leuk. Dit keek ik altijd toen op tv kwam. Ze zijn heel gezellig met elkaar zo. Ja. En dit is de volgende serie van Hexter Forever die ik nu kijk. Dus tot straks. Lekker gezellige vrijdagavond. Ik kijk nu Hexter Forever. Dus er zijn heel veel series achter elkaar. En daar gaat mijn vlog vandaag over. Dus Hexter Forever is een hele leuke serie. Het gaat over een groepje vrienden. Tot straks bij de volgende serie van Hexter Forever. Leuk vond het dat ik ging reageren op de aflevering Hexter Forever. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik ging reageren op de aflevering Hexter Forever. Vergeet niet te abonneren, te liken op mijn YouTube kanaal. Abonneer is gratis. Abonneer 1000 abonnees. Alsjeblieft, dank u wel.